Op het dorpsplein in Lembeke staat het huis van Boeghouten. Vroeger was dit een winkel, maar nu staat het gebouw er al jaren leeg en vervallen bij. De gemeente Kaprijken wilde het monument al meermaals slopen, maar dat kon niet omdat het beschermd was. Maar daar komt nu wellicht verandering in, want Vlaams minister Diependalen heft de bescherming voorlopig op. Het is eerder uitzonderlijk dat we dat doen. We zijn er om het erfgoed te beschermen en niet om de bescherming stop te zetten. Maar in sommige gevallen is de erfgoedwaarde gewoonweg niet meer aanwezig. Hier is dat eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Het huis van Boeghout in Lembeke is eigenlijk beschermd geweest omdat je hier een gesloten dorpskom had. Maar het is al meer dan 20 jaar geleden dat dat niet meer het geval is. De woning ernaast is al ingestort en is dan opgeruimd geweest. En dus je hebt die gesloten dorps, die gevelwand niet meer. Dus dan kan je eigenlijk niet meer zeggen dat dat nog zijn erfgoedwaarde heeft. En vandaar dat wij denken dat het te verantwoorden is om die bescherming op te heffen. Let wel, de minister heeft de bescherming voorlopig op. Eerst moet er nog een openbaar onderzoek gebeuren en kunnen er bezwaarschriften ingediend worden. Maar als het aan de inwoners ligt, kan het gebouw niet snel genoeg tegen de vlakte. Ja, natuurlijk ben ik daar blij mee. En natuurlijk, ik woon hier echt over, dus ik kijk iedere dag naar het monument hier. Dus ja, stel de feiten niet meer voor. Het staat hier al 20 jaar... Ja, te verwaarloosd en zo. Veel vogels in de schouw en over die toestand. Nee, ja, blij dat weg mag. Ja, echt. Ja, een goede zaak. Ook voor de buurtbewoners en al. Die zitten hier op te kijken, rechtover een oud gebouw. En ook onze stamcafé is hier rechtover. We kunnen niet parkeren. Voor de hoot die afvalt, of de dakpan die naar beneden komt. Last van ongedierte, dus ja. Het is de schande van het dorp. Ik denk dat er heel weinig bezwaren gaan binnenkomen van de inwoners. Want het is al jaren een doorn in het oog van vele inwoners. Die vraag kwam ook mede van hen. Dus ik denk dat er heel weinig problemen zullen zijn. Het is een dossier van lange naden. Meer dan 20 jaar zijn wij als bestuur bezig om de bescherming op te heffen en toch vooruit te kunnen met dit dossier. En nu als nieuwe bestuursploeg hebben we ook gezegd van gaan we er al standen in zetten en echt dit dossier toch proberen voortrekken. Wat dat nu uiteindelijk toch wel gelukt is. Als de bescherming definitief wordt opgeheven, kan de sloop midden 2022 gebeuren. Wij denken eraan om misschien terug een open ruimte hier te creëren, zodat het plein volledig tot zijn recht komt, als ook het Guy Stockman die achter ons zit ook beter te zien is.